Zo niet. Photoshop Gijs met anabolen. Lekker tweeten daar, NG typo. Ja, doe maar. Dankjewel, Vincent, erin editen. Yo. Dan neem ik ook de andere, anders is het niet eerlijk. Snel kiezen. Oh ja, wacht. Betting kan niet meer, hè? Anders zouden we doekoes kunnen inzetten. Doekoe! Maar ja, ik neem vandaag een keer gezellig met Sjaak op, omdat Vincent een idioot is geweest. En zijn controle bij Eva heeft laten liggen. Slim. Daarom jongens, altijd je controle vaststepen. Ja, aan je hand. Aan je rechterhand. Of nee, aan je linker. Niet aan je rechter. Het is wel lastig. Ja, precies. Ja. Gewoon niet aan je handen vaststeven, doe het aan je borst. Ja dan heb je hem altijd bij je. Zo'n kastloos, nou. Hè. Wauw. Nou, we zitten dus nu lekker in de game. In Los Santos. Los Santos. Dit is trouwens Sjaak's eerste keer dat hij gaat... Wie gaat nou serieus aanbellen om zo lang? Maar het is een ding. Hoe laat is het? Oh, het is qua... Oh, ik ga... Yes, dank je. Het is dus kwart over acht. Nou, dat is eigenlijk nog best wel een reden. Het is best wel vroeg, ja, precies. En de postbode is bij ons ook altijd zo laat. Hè? Dat hebben jullie ook. Postbode? Nu nog een postbode? Ja, serieus. Bij ons komen ze meestal echt... Oh shit, ik mis totale afslag. Bij ons is het meestal echt tussen 7 en 9 of zo komt bij ons de post. Hoorde ik nou mensen zingen op de achtergrond? Ja, het is bij mij vandaag Drie Koningen. Daarom. Feestdag, ik weet niet wat voor feestdag. Je woont in het dorp. Ja, daar had ik het met Vincent ook over. Hebben jullie dat niet? Nee. Sint Maarten? What the fuck moet ik hier doen? Wat is dit nou? Wacht. Hé, dit is leuk. Holy shit! Oh my god, ik bot zo hard en dat is zo niet goed. Hoe doe je respawn? Het is zeg maar... mijn auto wil zo niet meewerken. Heb je een auto van superveel geld, kan je niet eens fatsoenlijk stunten. Je moet tegen de muur oprijden. Nee! Dit is zo jammer. Dit is zo jammer, hè. Heb je hem gehaald? Yes! Fuck you, ik heb hem nog niet gehaald. Dit is zo jammer, hè. Kom op. Oh, je hebt nu echt gewoon de voorsprong. Man. Ik heb die voorsprong. De voorsprong is reals. Oh shit, what the fuck is dit? Oh shit! Oh, ik heb hem gehaald, fuck you! Maar jullie hebben dat is wel leuk. Jullie hebben geen feestdag waar kinderen vervelend aan je deur gaan zingen. En je moet ze nou eigenlijk snoep geven om hun mond te laten houden. Alleen Sint Maarten, maar ja, niet iets anders. What the fuck, looping! Ho! Waarom hebben jullie dan nu geen Sint Maarten? Dat is 11 november pas, het is 5 januari. Waarom zijn ze dan bij ons aan... deur aan het bellen. Kom, stop een kut, Drie Koningen. Hallo! Oh, nee! Oh, waar? Tja. Ja, hoe de fuck wil je omdraaien? Dat kan niet. Kon je me niet vertellen van... Verrassing, er is een tweede looping. Ik denk, nou, ik laat je het even lekker zelf zien. Ik zat zo van, sweet, dit wordt easy. Je moet volgens mij daar in de lucht moet je omdraaien. Nee, je moet eigenlijk doorgassen. Dat is het. Oh, ik mis hem totaal keihard. Oh my god! Nee, het is niet dat je hem hebt, hè. Oh my god, ik heb hem! Oh my god. Ik word dus gewoon ingemaakt door Sjaak die level 11 is. Oh my god. En ik zit op level 140. Dit is heel teleurstellend. Oh jongen, als ik dat had opgenomen was het zo mooi. Ik draaide namelijk precies wanneer dat stukje wat je moest eigenlijk omdraaien. Ja. Dat je goed ging. Ging precies mooi omdraaien. Dat was echt mooi. Ik heb hem ook gehad. Oh, je komt uit de lucht. En de finish. Nee, ik wil tenminste geen DNF. DNF. Hoe lang moet ik nog? Het valt nog reus. Yes, ik krijg geen DNF. Kill. Als dat nu maar gewoon opeens een sticky bom daar zou zijn, dan boom. En wat kreeg je dan? De DNF. Ja. Probeer jij nou gewoon mij te bombarderen? Ja, want ik sta wel... En Ziggo is totaal niet bezig tussen ons, dus dat scheelt. Nu is het robot Sjaak in de mix. Boep, 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 boep. Ik vind het nog steeds wel jammer dat je hebt gewonnen. Maar ik gun het je wel. Dank je. Dat vind ik lief, Gijs. Dat vind ik dan lief. Ja, ik gun je de overwinning omdat je nu wel level 12 bent geworden. Ja, ik ben level up gegaan. En daarvoor krijg jij een duimpje omhoog. Zo slecht altijd, hè. Gaan wij door naar de volgende race.
kan kijken in de toekomst. Oh, heb jij Sjaak's geheime glazen bol? Ja, jongens. Wow. Oké, gaan we weer met een... Adder natuurlijk. Adder, waarom wil je altijd met de adder? Omdat de Centorno ruk is in stunt. Maar dat weten niet veel mensen. Maar je hebt... vaak haal je een jump eerder met een adder dan een Centorno. Ah. Omdat de Centorno die stomme voorbumper heeft. En die lanceert je af en toe dan. Oh, en deze heeft dat niet. Ah ja, nee. Klopt. Hoe doe je dat nou dat je snel begint? Of dat je snel die turbo krijgt? Precies, zeg maar op go ongeveer gas geven. Kijk, nee. En dan krijg je nee. Krijg je een boost. Iedereen denkt altijd dat ik keigoed ben in GTA, maar eigenlijk doe ik maar wat. Moet eigenlijk wel goed zijn in de GTA. Jij bent de GTA King hier. Nee, ik ben niet de King. Waar gaan we? Nee, dit is jammer. What the hell? What the? Je moet daarin. Je moet in het gaatje, Sjaak. Moet je echt? Nee. Jawel, je moet in het gaatje. Kijk, hier, let op. Woep. Oh, dit is jammer. Oh, what the hell? Hallo, kijk, damn, dit zijn niet je standaard race die je doet. No. Oh, hey, hallo, container muur. Nee. Dag, hallo, vloer. Oh, je moet daar in de bocht. Aha, oké. Okay. Sjaak, got it. Ik zie echt gewoon alleen maar van die stof. Dit is zo jammer om dan niet... Ah, dit is moeilijk. Ah. Ik zie je zo in de verte wegvliegen. Zo. Wee. Sjaak gaat er weer vandoor. Bling. Oh, wat was Pokémon een mooie tijd. Oh, nee. Oh. 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 Nee. Heb ik hem gehaald? Waar ben ik naartoe aan het gaan? Damn, nee, dit is echt moeilijk. Oh, fuck, waar ben man. Ik? Heb ik de checkpoint gehaald? Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik heb gedaan. Oh nee, ik heb hem niet gehaald. Dit is jammer. We gaan nu gewoon gas geven. Gewoon non-stop. Ik moet echt sturen gewoon daarboven, jongen. Dat is meestal in een bocht moet je sturen. Nee, waarom gaat die auto de hele tijd naar beneden? Wat zei je, Gijs? Wat moest je nou doen? Huh? Sturen in de bocht, spijt me, oké. En we zijn in de bocht. Ah, sturen, nee. Sjaak, remember, to stuur. Ik krijg het niet eens fatsoenlijk om mijn adder in die container te rijden. Ik word steeds afgeremd. Oh. Door de deksels die... op. Ja, de deksels. Nee, nou stuur je en dan stuur ik iets te ver. Ja, en dan ga je eroverheen. Dan is het GG. GG? Oké. I got this! Oh my god! Heb je hem gehaald? Nee. Yes! Oh, dag Sjaak! Nee! Nailed it! Hij is een beetje... Nou, de landing was niet al te best, maar nailed it. Ik ga het nu proberen weer. Sjaak, ik heb 100% vertrouwen. Ik kan het nu. Let's go! Waarom ga ik steeds naar beneden? Man! Dat is kut, hè? Jezus! Sorry, Sjaak, ik kies gewoon altijd deze maps uit. En Vincent wordt dan altijd boos. Nou, mij kan je niet boos krijgen, hoor. Want ik ben... Oh, man. Sjaak ziet overal positief van in. Precies. Positive vibes met Sjaak. Positive vibes met Sjaak. Yeah. Dus je bent een soort van drugs? De goede drugs. Oké, dus we kunnen jou oproken. Ja. Nice. Doe de rook Sjaak. Of nee, prijs Sjaak, rook wat Sjaak. Of zo. Ik weet niet wat ik zei. Weet je wanneer ik echt zou kunnen lachen als iemand jou in zo'n jointrol kan photoshoppen? En dan jouw hoofd daaruit. Dat is zo'n positive vibes. Don't do it. Oh man. Als jij zo goed bent in Photoshop, stuur het alsjeblieft op naar Sjaakplay. Nee, was jouw Twitter nou? Je hebt meerdere Twitters, ben ik achtergekomen. Helemaal niet. Ik heb één Twitter. Shaquille Polak. Voornaam, achternaam. Nou hier, jongens. Je weet, @Shaquille Polak. Vincent, bewerkt erin. Yes. Nee. Zo met van tweet naar Shaquille Polak. Ik zit nog steeds in die bocht, hè. En ik er steeds niet doorheen. Sjaak, zal ik je wat vervelends vertellen? Nou? Deze map staat voor 2 rondes. En ik zit in ronde 2. Wat? I got this. Hou op. Doe normaal. Nee, je hebt het niet gehaald. Jawel. Ik heb hem alweer gehaald voor een tweede keer. Ja, eindelijk. Ik maak hier mijn comeback. Dus, dit is zo jammer. Dit is zo jammer, hè. Echt, maar ik kan je nu echt niet inhalen, man. Met zo'n klein tikje ging je tegen de benzinepomp aan en boom. Oh, dat zie ik. Ja, zie je het? De rampage. Ja, ik zag de rampage inderdaad. Bam. Alles naar de kloten. Ho. Maar Sjaak, heb jij nog goede voornemens dit jaar? Nee, ik heb geen goede voornemens. Nee. Ik wil gewoon mezelf zijn en gewoon, weet ik veel, gewoon, ja. Ja, want je bent gewoon, zeg maar, gewoon al tevreden over je leven. Ja, alles kan wel een beetje beter, maar ja, gewoon... Zeg maar fine-tunen. Ja, precies.
Ik wil zomaar na bijna dik een half jaar weer niet zijn gaan sporten nadat ik een paar weken... Toen had ik dus... Maar dat is volgens mij bij iedereen wel op het lijstje. Gaan sporten en dan gewoon 3 januari gewoon chocola zitten eten. Ja, maar nee, ik heb niet zeg maar dat ik wil afvallen. Ik wil gewoon minimaal 1 keer per maand een keer iets aan sport gaan doen. Ja, maar dan helpt het niet. Als je het 1 keer in de maand gaat doen, dan helpt het niet. Ja, maar dan begin ik puur conditie. Hè. Ik hoef niet zeg maar bodybuilder Gijs zeg maar aan de bolen. Hey, jongens, zo niet. Photoshop Gijs met anabolen. Lekker tweeten daar, NG-typo. Ja, doe maar. Dankjewel Vincent, erin editen. Yo. Dankjewel Vincent, toppie. Dus we hebben de Joint Shark en anabolen Gijs. Oh my god. Dus als jullie dat kunnen regelen, zijn jullie baas. Dan bedanken wij jullie voor het kijken van deze leuke aflevering. Hopelijk vond dit leuk. Vergeet niet te abonneren op onze kanalen. G-typo en... Shark Place. En volg Shark ook op zijn Twitch. Live with Shark. Ja, ik haal ze altijd door elkaar met Shark Place. Oh, en... Je hebt 3 namen, dat is verwarrend, oké? Oké, het is verwarrend soms. I know. Sorry, Gijs, sorry. Dus mensen, wij zien jullie. Oh nee, wacht. Zoals Vincent het zou zeggen. Ciao. Ciao.